Voor eind van dit jaar zullen er nationale standaarden bekend zijn voor het vervaardigen van mond- en neusbedekkingen. Dit bevestigt directeur Charelle Parker van het Surinaams Standaardenbureau. Tijdens de COVID-19-pandemie verdienen kleine ondernemers een centje bij met het maken van deze producten. Omdat mond- en neusbedekkingen nu zeer essentieel zijn voor de gezondheid, is het bureau verplicht standaarden te ontwikkelen om de kwaliteit te garanderen. Daar hebben we echt meer drang van de ondernemers naar het bureau gemerkt. Vroeger hadden we zodat we zaten en wij naar ze toe moesten. We maakten contact via de mail of telefonisch. Maar het afgelopen jaar of twee hebben we echt gemerkt dat meer vooral die kleine ondernemingen naar ons toe stappen wanneer ze een nieuw product op de markt willen brengen. Of als ze verbetering willen brengen aan een bestaand product. Denk maar aan de kleine ondernemingen die chips verkopen. Degene die sap verkopen. Echt allemaal stappen naar ons toe om te vragen van hey, ik wil mijn product brengen op de markt. Wat moet ik precies in place hebben? Welke standaarden zijn er voor mij als ondernemer van SAP waar ik me aan kan houden om ervoor te zorgen dat mijn product van een goede kwaliteit is? In verband met Wereldstandaardendag vandaag heeft het Surinaam Standaardenbureau een video gemaakt om het thema voor dit jaar te benadrukken. Wereldwijd wordt er aandacht besteed aan het beschermen van de planeet Aarde en de bewustwording van een schoon milieu. Maar volgens Parker is de Surinaamse gemeenschap niet genoeg bewust van het belang van standaardisatie. Wat we gedaan hebben, is we hebben een tijdje terug een richtlijn, enkele richtlijnen geplaatst op onze Facebookpage die wij geadapteerd hebben van het buitenland, van de internationale gemeenschap, waar men op moet letten wanneer je een mond- of neusbedekking vervaardigt en aandoet. Internationaal zijn er ook een taal van standaarden die we momenteel aan het adopteren zijn. Het gaat om standaarden voor de personal protective equipment. Dus als u even langs kunt komen bij het bureau, kunt u die standaarden ook inlezen. Want we zitten nu in de fase waarop het publiek commentaar kan geven. Ze kunnen input geven op deze standaarden. En deze standaarden zullen dan na alles verzameld te hebben in december als nationale standaarden worden vastgesteld. In tegenstelling tot het grotere publiek merkt de directeur op dat kleine ondernemers zich wel bewust zijn van het belang van standaardisatie. Dit was alleen op te merken bij grote bedrijven. Met de garantie om kwaliteitsproducten te vervaardigen, stappen kleine ondernemingen nu eerder naar het Surinaam Standaardenbureau om de juiste informatie te verkrijgen. Het totaalpubliek moet daar meer bewustzijn komen binnen het totaalpubliek. Meer in de zin van informatie dat ze aanspreekt. Want we weten, standaardisatie is zeer technisch. Als je er niet dagelijks mee bezig bent, is het moeilijk om te weten waar het over gaat. Dus daarom dat wij de afgelopen periode ook hebben gekeken naar hoe kunnen we de informatie zodanig aanpassen dat het aan ieder aanspreekt. Dus de komende periode zult u ook meer informatie zien die het geheel publiek aanspreekt. Zodat het geheel publiek naast de ondernemingen ook bewust kan zijn over het belang van standaarden. Niet alleen voor hun specifieke omgeving, maar gewoon voor onze gehele samenleving. En voor ons geheel planeet, zoals onze Wereldstandaardendag thema het zegt.